Het zit erop voor André Hazes junior, Monique Westerberg en hun zoontje. Hun lange rondreis door de Verenigde Staten is na 1 maand ten einde gekomen. Het doel van de reis was volgens Monique om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin, en volgens hazoloog Yvonne Koldewijer is die vorm inmiddels gevonden. André en Monique zijn volgens Yvonne weer bij elkaar. Sterker nog, voor het eind van het jaar zouden ze al gaan trouwen. Nu zelfs André's zusje Roxanne is gevraagd naar dit hardnekkige gerucht, kwam Monique gisteravond plotseling met een ontkenning. Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen. Oei, dat is een pittige sneer aan het adres van Yvonne. Wat heeft zij daarop te zeggen? Ze willen pas vertellen dat ze samen zijn als de docu uitkomt. Het is allemaal gefilmd. Zo uitgekookt zijn deze mensen. Geloof nou maar wat ik zeg, want ik heb altijd gelijk en je weet het, bye, zegt ze op Instagram. De mainstream showrubrieken zijn eveneens sceptisch over de ontkenning van Monique. Dat zullen we dan maar afwachten. Ze zijn in elk geval samen thuisgekomen, dus op zich is het toch nog steeds een goed teken dat die vakantie naar Amerika zo goed heeft aangepakt, aldus privébaas Evert Santegoets in Shownieuws. Hij vindt dat André er goed uitziet. Dan zie je dat de rust vanaf september vorig jaar hem wel goed begint te doen. De verhalen zijn dat hij nog een heel jaar buiten beeld wil blijven. Echt tot najaar volgend jaar zou hij zijn agenda schoon willen vegen. Hij ziet er ontspannen uit en dat is voor het eerst in lange tijd. Frank Deen vraagt zich in RTL Boulevard af of Monique een woordenspelletje speelt. Of er dan wel sprake zou zijn van iets van een relatie is nog niet duidelijk natuurlijk. Dat laten ze in het midden. Volgens Yvonne is dat dus omdat de twee heel uitgekookt zijn. Na de zomer moet de documentaire over André op Videoland verschijnen en dat is volgens haar het moment dat de twee met het nieuws naar buiten willen treden.